Hallo iedereen en welkom bij de eerste video op mijn kanaal. Het is nog even een beetje awkward om mezelf op camera te zien. Voor jullie waarschijnlijk ook. Ik vermoed ook dat de meesten mij volgen via Instagram. Als dat niet zo zou zijn, zeker doen. En we zijn vandaag 1 februari. En februari wordt eigenlijk wel een super drukke maand, ook met de Fashion Weeks. Dus het leek mij echt wel leuk om jullie een kijkje achter de schermen te geven. Want soms is zo gewoon 1 Instagram foto echt niet zo heel veel. Dus stay tuned. Oké, ik ben ondertussen in Brussel aangekomen met Nathalie. En wij zijn hier vandaag om naar een event te gaan in de Dior-winkel. Maar we gaan eerst even lekker lunchen. En ik weet nog niet wat we gaan eten, maar het ziet er allemaal super lekker uit. Ik ben hier nog nooit geweest, maar het is echt een toffe plek precies. En ons eten is gearriveerd. We hebben allebei de carpaccio genomen. En er ligt precies een beetje truffelolie op, voordat het lekker is. Klik! Vertel eens even wat je aan hebt. Wel, ik heb vandaag, we zullen onderaan beginnen. Onderaan? Sjaga-laarsjes aan. Wow! Oh, die wil ik ook echt nog altijd keigraag. Nee, echt super blij mee. Dat is echt de beste aankoop van 2016. When was it again? Eind 2016, ik heb ze super veel dragen. En dan een broekje van New Look. Zo een beetje stretchy, maar wel, ik heb er niet veel aan gedaan, maar ik vind het op deze outfit wel leuk. Ja, het is echt leuk. Het is wel iets langer geworden. Ja. En dan een t-shirt van Dior. Voilà. Een truitje van Sincerely Jules. En een bondjasje van 20Val. En Prada tasje die ik in de solde heb gescoord. Ja, in de solde gescoord. Oh, dat is amazing. Ja, wel mee. Dus looking good. Wacht, ik ga nog eens even van wat verder. Deze is de full outfit. Approved! Oké, en we zijn dus eigenlijk in Brussel vandaag voor een in-store event bij Dior. En ik kan niet wachten om de nieuwe collectie te zien. Ja, en wat een dingetje. Ja. Exciting. Open also. Yeah, okay. Nice. So I'm gonna correct a bit the blush. Okay. Cool. Because it's you need correction. No, during the day the skin absorbs everything, so it's normal. Mooi. Yeah. Yeah, met die eyeliner, dat kan ik zelf niet zo goed. Jij ook niet waarschijnlijk. Met die wimpers ook. Ja, echt mooi en fris en zo niet te... Zo echt Dior, zo. Is het de pink? Yeah. Pinky, reddish, like something like you just turn around. Yeah, it's natural. You turn around around the block and you are like super healthy. Oké, ik ben hier nu in de paskamer bij Dior. En ik was er vorige week al geweest en ik had er zo een triangle logo BH'tje gepast, maar ik vond dat triangle model toch niet echt ideaal voor mij.
Dus nu hebben ze de bandeau besteld en oh my god, I'm in love. Ja, deze ga ik sowieso pakken. Het is echt my love at first sight. En dat is super leuk als je zoiets see-through aan hebt en dan komt dat bandje daar zo'n beetje door. En... yay! Oké, okay, we zijn net buiten bij Dior en het is tijd om terug naar Antwerpen te gaan. We hebben daar nog een event op de planning staan. Maar ik ga de camera wel wat scheef. Geeft toch niet? Ja, als dit ook zo helemaal scheef is. Geeft toch niet? Okay. Just ik hou ervan om het scheef te zijn. Ik ben zelf ook een beetje schrik. Mijn moment, maar ja. Dus, ik ben super blij met mijn BH'tje. Ja, dat stond al zo lang op mijn wishlist, echt waar. Heb je het gefilmd? Ik heb het gefilmd. Oh. Watch my vlog, though. Ja. Dus ik ben super blij. Het gaat echt mooi zijn. Zeker voor Fashion Week volgende week. Oh ja. Het is wel wat kou in New York. Ik zal er misschien iets boven doen, zeg. Oké, okay, we hebben redelijk wat file gehad, maar we zijn nu terug in Antwerpen. En zo meteen hebben we nog een event van Laurence Dary, dus de nieuwe zonnebrillenmerk, dat is Belgisch. Maar eerst gaan we nog een lekker hapje eten. Ik heb veel eten vandaag, maar kijk. Heb ze van die dagen. Wat enkel eten. Het is er kei mooi, ik was er nog nooit geweest. We zijn in Danielli Il Divino, dat is echt wel leuk. Pastatje of wat? En ons eten is hier. Ik ben voor speldpasta gegaan. Ik weet niet wat dat echt gezonder is, maar in mijn hoofd is het beter. Met scampi's. That's all that matters. En wat heb jij? Cannelloni met ricotta en spinazie. Ik heb nog een soort pastausje. Ik weet niet wat juist, maar... room. Ja. Die smakelijk. Smakelijk. En we zijn hier aangekomen op Laurence Dary event. En amai. Het is in Kasteel de Brand en ik was er nog nooit naar een evenement geweest, want het is er echt super mooi. En ik ben hier nog altijd met Nathalie en Anne-Katrien is hier ook. Let's go! She was more like a beauty queen from a movie scene. I say, don't mind, but what do we... De voornaam van Laurence papa ook kennen, die weten dat hij Harry heette. En dat verklaart wel heel veel over de naam van het werk natuurlijk. Laurence van den Harry, dat geeft aan... Ik ben net terug thuis. Het was echt een super, super leuke dag naar Brussel geweest. En dan net een super tof event. Het enige spijtige is dat ik Temptation heb gemist vanavond. Maar kijk, kan gebeuren zeker. Ik zal het wel eens opnieuw kijken in de uitzending. En nu ga ik nog een beetje werken, want ik heb eigenlijk nog wat mailachterstand. En bedankt voor het kijken naar mijn eerste vlog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker op mijn kanaal als jullie mijn volgende video's nog willen zien. En thumbs up! Dat is toch wat de mensen zeggen, hè?